Hoe zet je GPX-files op je iPhone? Ik leg je 5 manieren uit hoe je dat doet. Blijf kijken. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Ik heb ook 2 populaire filmpjes die uitleggen hoe je GPX-files op je Garmin zet. De links staan nu onder in de beschrijving. Om deze tutorial te kunnen volgen, moet je 2 apps downloaden op je iPhone. Documents, je ziet hier nu het logo van Documents. En GPS Hiker. Je ziet nu ook het logo van GPS Hiker. Deze video legt je niet uit hoe je GPS Hiker moet gebruiken. Deze video legt je uit hoe je GPX-files op je iPhone krijgt, op je iPhone zet en daarna met GPS Hiker kunt bekijken. Ik leg je 5 manieren uit om GPX-files op je iPhone te zetten. Er zijn 2 voorwaarden. Voor de 5 manieren moet je weten op welke website je GPX-file staat. Of je moet een GPX-file op je computer hebben. Manier 1. Je hebt alleen een iPhone met een internetverbinding. De eerste manier. Je hebt een iPhone met een internetverbinding. En je gaat bijvoorbeeld naar wandelroutes.org. Daar kan je dus GPX-files downloaden en daar zijn ook heel veel wandelingen. Ik woon in Limburg, dus ik ga eens kijken naar de wandelroutes Limburg. Aldenbiezen. Deze hier is een mooie wandeling. Daar klik je op. Je scrolt wat naar onder en hier staat download GPX. Dat gaan we doen. Dan is deze GPX-file in een zip-file gedownload en die gaan we openen met Documents. Dat doen we. We klikken OK. En hier staat die zip-file. Daar dubbel klik je op en dan wordt die geunzipt. Hier staan nu 3 puntjes. Dus dit is de GPX-file en hier staan 3 puntjes. Die selecteer je. Dan klik je op Share. Je scrolt naar links. En hier staat Kopieer naar GPS Hiker. Dat doen we. Voilà, File Received staat in GPS Hiker. Oké. Okay. Willen we nu de GPX-file zien, hoe die eruit ziet? Hier staat dat vierkantje met dat pijltje omhoog. Dat selecteren we. En hier staat Saved Trips. Dat selecteren we ook. En hier staat onze GPX-file. Het Aldenbiezenpad. We klikken op de i. En we doen Import Trip. Voilà. En we zien hoe de GPX-file eruit ziet. Dit is de eerste manier. Manier 2. Je hebt een computer met iTunes. De tweede manier. Je opent iTunes op je computer en je hebt al een GPX-file van een of andere wandeling. Je sluit ook je iPhone aan op je computer. Dan zie je dit icoontje verschijnen. Daar klik je op. En hier zie je staan bestandsindeling. Daar klik je ook op. En hier staat GPS Hiker. Dat selecteer je en dan zie je de folderindeling van deze app. We hebben dus nu een wandeling. Ik heb nog een wandeling van Ronda. Ik heb daar ook een filmpje over gemaakt. De link zie je nu rechtsboven verschijnen. Ik sleep die GPX-file hier in dit vak, deze folders. Deze document bestandsindeling. En die wordt daar mooi in gekopieerd. Dan gaan we naar onze iPhone en we openen GPS Hiker. We selecteren weer dit upload of download icoontje. Hier staat weer Saved Trips. En hier is de file van Ronda, de GPX-file.
We klikken weer op het i'tje. We doen import trip. En hier zie je hoe deze GPX-file eruit ziet. Dit was de tweede manier. Manier 3. Je maakt een verbinding met de app Documents. De derde manier. Ik gebruik doctransfer van de app Documents. Kom je hierop. Je gaat naar je iPhone. Je klikt op Documents. Dan staat hier Services. En hier staat Connect to Computer. Daar gaan we doen. En dan komt hier een nummertje te staan. En dat moet je invullen in deze website. Dat gaan we doen. 3634. Dan wordt er een connectie gemaakt. Dan zit je op de folder weergave van Documents. Je hebt natuurlijk weer een GPX-file. En die kan je hier inslepen. Dat gaan we doen. Voilà. En hier staat een GPX-file van een wandeling die we in Maastricht hebben gemaakt. Ook een zeer mooie wandeling. De link verschijnt nu ook rechtsboven. Voilà, we hebben de file, de GPX-file, naar onze iPhone gesleept. Naar onze iPhone gekopieerd. We gaan dus nu naar de iPhone. We klikken op Disconnect. We gaan naar Documents. En hier staat die GPX-file Maastricht. We klikken weer op deze drie puntjes. We doen Share. We swipen naar links. En hier zie je weer kopiëren naar GPS-hiker. Dat doen we. GPS-hiker wordt geopend. File received. We klikken weer op dit icoontje. Saved trips. En hier staat die file van Maastricht. We klikken weer op het i'tje. Import trip. En voilà. Dit was de wandeling die we maakten in de omgeving van Maastricht. Dit was de derde manier. Manier 4. Je maakt gebruik van WhatsApp. De vierde manier. Dit is weer met de computer. En je start het programma WhatsApp op je computer. Zorg dat je een verbinding hebt met je iPhone. Hoe je dat doet, ik heb ook een filmpje gemaakt, dus WhatsApp op je computer en verbinden met je iPhone. Verschijnt nu rechtsboven. Je zorgt dat je een groep hebt, file sharing bijvoorbeeld, die groep mag heten hoe dat wil. En je zorgt dat jij alleen in die groep zit. Als je wilt dat ik hier een filmpje over maak, laat het dan weten in de reacties onder dit filmpje. Ik ga weer een GPX-file, deze van Ronda, die ga ik weer gebruiken. Die kan je dus gewoon hierin slepen. Voilà, je klikt op verzenden. Deze groep die bestaat natuurlijk ook op je iPhone. We gaan dus onze iPhone laten zien. Hier staat WhatsApp, dat open je. En hier staat die groep File Sharing. Doen we open. En hier zie je ook die GPX-file. Hiken Ronda. Daar klik je op. Die opent zich. Dit is gewoon tekst. Een GPX-file is gewoon een tekstfile met coördinaten in. En hier zie je dat upload-icoontje weer. Daar klik je op. Dat selecteer je. Je swipet naar links. En hier zie je weer kopieer naar GPS-hiker. Dat doen we. De GPX-file is ontvangen. Oké. Weer op dit icoontje. Hier staat Save Trips. En hier staat onze file. Hiker Ronda. Klikken op het i'tje. En we doen Import Trip. Voilà. Dit was de vierde manier. Manier 5. Je verzendt een GPX-file via een e-mail naar jezelf. Dit is de vijfde manier. Weer van onze computer. En we hebben een GPX-file. De bedoeling is dat we een e-mail sturen naar onszelf.
de e-mail versturen van onze computer naar onszelf, naar een e-mailprogramma dat we kunnen openen op onze iPhone. Dat gaan we doen. Opstellen. Otto Ome Gmail. Onderwerp. GPX-file. Ik ga die GPX-file van Maastricht naar mezelf zenden. Voilà, die staat erin. Doe verzenden. Dan gaan we kijken naar Gmail. Hier is Gmail. Dat openen. En hier zie je die e-mail met het onderwerp GPX-file. We openen die. Hier zie je die GPX-file. Daar klikken we op. Die file opent zich. Een GPX-file is zuivere tekst. We klikken op dit icoontje rechtsboven. En we swipen weer naar links. En we versturen deze GPX-file weer naar GPS Hiker. GPS Hiker opent zich. File received. We selecteren weer dit icoontje. Save trips. En hier staat de file Maastricht. Onze hiking file in de omgeving van Maastricht. Klikken op het i'tje. Import trip. En voilà. Dit is de hiking trip in de omgeving van Maastricht. Dit was manier 5. Zo, dit waren 5 manieren om een GPX-file op je iPhone te krijgen en te bekijken met GPS Hiker. Vind je het filmpje oké? Geef me dan een vette duim omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel het filmpje met je vrienden. En zet ook zeker een commentaartje onder dit filmpje. Dag!